Dit zijn de jonge parelhoenen. Ze gaan straks weer in het broedmachine even opwarmen. Dan gaan ze even een lekker hapje eten. Ik heb me vergist in de broedtijd, dat is 26 tot 28 dagen, geen 24 dagen. Nu komen de eitjes uit. Heel erg mensgericht, want ze komen uit de broedmachine. En heel actief, net zoals de kippenkuikentjes. De lichte kleur is was gisteravond al geboren rond etenstijd. En die donkere is vannacht geboren. Laat ze even wat eten en dan gaan ze hopelijk weer even de machine in om weer een beetje op te warmen. Naar het water, hè. Nog baby'tjes. Ik ga zo weer veilig terug in de broedmachine, hoor. Leuk is wel dat ze nu heel tam worden, door die, dat ze alleen maar met mensen contact maken. Wat geven ze te eten? Nog geen wormpjes, een beetje havermout en wat de andere is, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval havermout. En ik eet ook pap. Ik eet ook havermout pap. Toevallig. Met jam en een kopje thee met een beetje melk. We maken heel veel geluid. Nu met z'n tweeën houden ze elkaar ook lekker warm. Wel een groot verschil in kleur, want die andere ziet er echt veel donkerder uit dan de voorste. We hadden ook licht en donkere parelhoenen, dus het kan goed kloppen. Het geslacht is moeilijk te zien van de parelhoentjes. Dat wordt een beetje koud. Nou, bedankt voor het kijken. Subscribe. Tot de volgende aflevering.